5 in het land. Nederlanders en Vlamingen spreken allemaal Nederlands. Dus we verstaan elkaar heel goed, zou je denken. Maar dat blijkt in de praktijk toch niet zo heel goed te gaan. Nou, om zowel ons als de zuidenburen daarop attent te maken, zijn er 2 websites gelanceerd met quizzen waarop je kan testen hoe goed je de ander eigenlijk begrijpt. Wim van Rompuy uit het Belgische Mechelen en de Nederlandse Joke Noten zijn de initiatiefnemers van deze quizzen. Want bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen komen Vlamingen en Nederlanders nogal eens bij elkaar over de vloer. En ik heb Wim nu aan de telefoon. Goedenavond, Wim. Goedenavond. Goedenavond. Loop jij wel eens zelf tegenaan dat Nederlanders je niet begrijpen? Of dat jij Nederlanders niet begrijpt? Ja, absoluut. Heel de tijd, hoor. Ik kom beroepsmatig nogal eens regelmatig in Nederland. En er zijn heel wat verschillen die maken dat we soms naast elkaar praten. Ja. Als ik u bijvoorbeeld zou vragen of u zou zeggen dat u binnen de 7 dagen iets krijgt van mij. Zeg eens, wanneer verwacht u dat dan? Ja, binnen 7 dagen natuurlijk. En dat is dus tussen nu en... En een week. En 7 dagen, ja. Als je tegen ons zegt, tegen een Vlaming zegt, je krijgt het binnen 7 dagen, dan verwachten wij dat pas over een week. Als we willen zeggen binnen 7 dagen zoals jullie, dan zeggen wij binnen de 7 dagen. En dat zijn van die kleine verschillen die natuurlijk een heel groot verschil maken. Hè? Ja. Is dat het idee geweest om uiteindelijk die websites te maken? Ja, hoe het gegroeid is, eigenlijk, ik ben een tekstschrijver, een commercieel tekstschrijver van beroep. En Joke ook. En wij zagen dat er op heel wat websites, want dan spreken we vooral over online shops bijvoorbeeld, dat heel veel klanten afhaken. En een mooi voorbeeld daarvan is, enkele weken geleden wou ik iets bestellen op een Nederlands website. En men vroeg mij helemaal op het einde, mijn karretje was mooi vol, ik moest alleen nog betalen en men vroeg mij te betalen met Ideaal. dat zegt er helemaal niks, want wij betalen met bankcontact. maar het vervolg was, ik heb mijn karretje leeggekieperd en weg was de klant. Hè. Nee, echt waar? Ja, absoluut. ik had geen idee waar jullie het over... Nederlandse site het over had. Ja. Wim, als ik nou op de website kom, hoe werkt dat precies? Je surft dus naar Vlaams.nu, want zo heet hij. Ja, Vlaams.nu. En voor de Vlamingen nou.be. Je hoeft niet in te loggen. Je geeft je gewoon je naam in. Een e-mailadres mag, maar hoeft niet. En dan krijg je een aantal vraagjes voorgeschoteld. Dat begint heel gemakkelijk, want je hebt 6 niveaus eigenlijk. En geleidelijk aan wordt het wel moeilijker. En echt heel erg moeilijk op het einde. Maar de eerste vraag, ik zie ze hier voor me staan, moet je gewoon invullen. De vraag is, van 9 tot 12 uur is het in Vlaanderen. En dan kan je kiezen, is het dan bij ons namiddag, ochtend, avond, voormiddag of middag? Ja, voormiddag. Ja, ja. Heel erg goed. Maar u hebt gestikt, denk ik. Nee, echt niet. Maar Wim, wat ik jou net hoorde zeggen is... kijk, Nederlanders gaan naar Vlaming.nl, hè? Naar Vlaams.nu. 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 Ja. Maar Vlamingen gaan naar nou.be. Ja. En waarom nou? Is dat iets wat wij altijd vaak roepen? Ja, en jullie zijn daar niet van bewust, maar als wij aan een Nederlander denken, of aan een Hollander, zoals wij dat dan verkeerdelijk zeggen, ja, dan denken we aan nou. En zo zijn er ook wel een aantal woordjes waar jullie aan denken, als jullie aan een Vlaming denken, niet. toch is het, en dat is niet om te slijmen, maar als ik aan Vlaming denk, of Vlaams, dan vind ik dat een hele charmante taal. Ik vind dat jullie het Nederlands heel charmant neerzetten, terwijl wij Nederlanders soms heel erg direct en bot dingen vertellen. En Vlamingen, die doen dat op een hele charmante manier. Heb jij dat idee ook?
Ja, het doet me alvast plezier dat u dat zegt. Er zit ook wel een waarheid in hoor. En dat gaat verder dan taal. Jullie zijn nu eenmaal directors. Wij doen het allemaal wat omvloersters. Wij zeggen ja, maar we denken nee. Net zoals een Japanner, die knikt ook, maar die denkt in zijn eigen nou, ik dacht het niet. Ja. Dus wij zijn wat de Japanners van Europa hier in Vlaanderen. Ja. En het is allemaal inderdaad minder direct, wat ook maakt dat wij nogal eens gebruik maken van gezegdes, van spreekwoorden. Onze taal is daar meer door spekt, zou ik zeggen. Ja. Ik ken een aantal woordjes tot slot die me altijd bij zijn gebleven. Maar waar ik met ontzettend veel plezier en respect, hè, laat ik dat voorop zeggen, aan jullie terugdenk. Bijvoorbeeld, jullie zeggen een droogzwierder. Ja, inderdaad. En dat is bij ons een droogautomaat, hè? Ja, een centrifuge. Ja. En als je in België zegt van heb jij een snotvalling, dan bedoel je, ben je verkouden? Ja, inderdaad. Ja. En ik was ooit op Zaventem, jaren geleden, en toen zag ik een bord bij een trap, bij een enorme lange trap naar boven, en er stond rigide luchtwegen. En ik dacht, oh, dat is handig, dan moet je er geconcentreerd die trap op, en dan moet je een beetje voorzichtig doen met je ademhaling. Maar dat bleek dus de Rijksluchtvaartdienst te zijn, hè? Ja, inderdaad. Ja, en dat is net zoals jullie tegen ons zouden zeggen, loop je een eindje mee. Wel, als je dat tegen een Vlaming zegt, dan trekt hij zijn gimpen aan. want jullie lopen is voor ons wandelen, stappen. Ja, ja. En als wij lopen zeggen, dan bedoelen jullie hardlopen, rennen. Ja. En zo zijn er wel heel veel van de dingen waar we elkaar gewoon totaal niet begrijpen. Nee, ik vind het een ontzettend leuk initiatief, Wim. Ik wil je feliciteren en heel veel succes wensen. En ik hoop dat heel veel mensen naar de website gaan. Wel, dat hoop ik ook. Ik wacht op ze daar. Dankjewel. Goed, prettige avond. Dank je. Nog.